Het leven wordt alsmaar duurder. 2 jaar geleden bereikte de inflatie in Nederland zelfs 10%, vooral onder invloed van de hoge gasprijzen. Daarna zakte de inflatie weer, wat betekent dat de prijzen nu minder snel omhoog gaan. Maar omhoog gaan ze nog steeds. Het tempo is ook nog niet helemaal wat het moet zijn. In het afgelopen kwartaal stegen de prijzen flink. En vergeleken met een jaar geleden is de inflatie nu 3,6%. Om iets aan die inflatie te doen, ging 2 jaar geleden de rente omhoog. Dat remt de economie af. Omdat de mensen en bedrijven dan minder lenen en dus minder geld uitgeven, gaat de prijsdruk omlaag en komt de inflatie onder controle. Die rente heeft daarnaast ook nog grote invloed op financiële markten, dat wil zeggen op de bezittingen van ABP. 2 jaar later zijn beleggers ondertussen wel klaar met die hoge rente. Begin dit jaar waren ze er al van overtuigd dat centrale bankiers nu snel hun voet van de rem zouden halen en zouden kiezen voor renteverlagingen. Een opkikker voor de economie en ook voor financiële markten was aanstaande. Maar die renteverlagingen, dat ging veel minder snel dan gedacht. De inflatie was toch nog hoog. De druk op prijzen leek maar weinig af te nemen. Het duurde tot na de zomer voordat de voet van de rem ging. In september deden zowel de Europese Centrale Bank als de Fed hun beleidsrente omlaag. Nu gaat het ook hard. Als klap op de vuurpijl besloot de Chinese regering eind september dat ze niet langer achter kon blijven. En dat ook de Chinese economie wel wat peper kon gebruiken. Ook daar werd de rente verlaagd. En daarmee kan de economie weer wat verder groeien, of in ieder geval is de kans op economische krimp weer wat kleiner. Dat is goed nieuws, in een tijd die verder vooral wordt gekenmerkt door onzekerheid. De oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne die zijn niet alleen verschrikkelijk, maar ook een bedreiging voor de wereldhandel. En door de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten is er ook meer onzekerheid dan normaal over het economische beleid van de komende jaren. Onzekerheid, dat is slecht voor financiële markten en dus helpt het dat de rente weer wat lager is. Alleen, dat betekent ook dat we erop moeten vertrouwen dat die inflatie zichzelf verder regelt. Hier in Nederland zien we dat dat niet vanzelf gaat. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt blijven de prijzen hier relatief harder stijgen dan elders in Europa. We hebben de ambitie om het pensioen te laten meestijgen met die prijzen. Eind november neemt het bestuur daar een beslissing over. Laten we snel kijken wat al dit nieuws betekent voor de beleggingen van ABP. De dalende rente, dat was prima voor de bestaande obligaties. Daarvan gaat de prijs omhoog als de rente daalt. En voor heel 2024 is het rendement op obligaties nu positief. Aandelen die deden het oké tot midden september. Daarna kwam het nieuws over de Chinese stimulering en kregen de aandelen opkomende markten de wind onder de vleugels, waardoor het rendement positief uitpakte. Dan alternatieve beleggingen die kenden een middelmatig kwartaal. Het slechte macro-economische nieuws dat drukt de prijzen. Geopolitieke spanningen die zorgden ervoor dat de prijs van metalen wel opliep. En dat zorgde voor een eindsprint bij grondstoffen. En tenslotte vastgoed, ook daar helpt de lagere rente een handje mee en liepen de waarderingen weer wat op. Al met al een redelijk beleggingskwartaal. De portefeuille, onze bezittingen, werd meer waard en hield bijna de uit te keren pensioenen bij. De kosten daarvan die namen toe vanwege de lagere rente. De dekkingsgraad die daalde daardoor licht. We begonnen deze video met de relatief hoge inflatie in Nederland en hoe die mede wordt veroorzaakt door tekorten. Er zijn te weinig arbeidskrachten, maar ook te weinig betaalbare woningen. Afgelopen kwartaal maakten we bekend dat we investeren in 249 betaalbare huurbouwwoningen in Rijswijk en ook nog 740 in Leiden. Tot 2030 willen we 5 miljard euro beleggen in de Nederlandse woningmarkt. En zo beleggen we niet alleen voor een goed rendement, maar leveren we ook een bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort. En dat was het voor nu. De laatste kwartaalupdate van dit jaar die komt over 3 maanden. Graag tot dan.